Den Haag en Zoetermeer werken natuurlijk op vele terreinen samen. Ik zal daar nu niet over uitweiden, maar als ik een tweetal groene projecten zou mogen noemen, de Driemanspolder en, ook dat viel al even, dat is de Floriade. In een gesprek wat wij vrijdag hadden, heeft uw toen nog aanstaande burgemeester, ja, ik reken er wel op dat Den Haag ten volle de Floriade zal steunen. 2022, nou, dat is gesneden koek, zou ik haast willen zeggen. Want de Floriade van groot belang voor niet alleen Zoetermeer en de belendende gemeente, Lansingerland onder andere, maar ook voor dit deel van Zuid-Holland. En ik zou haast willen zeggen, ook voor Nederland is het van essentieel belang dat de Floriade terugkeert, om het nou zomaar even te zeggen, naar Zoetermeer.